Hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Light Burn in Depth. Dit keer tips en tricks 2. Ook vandaag weer 3 onderwerpen die ik kort wil laten zien. Het eerste is een relatief kort onderwerp, maar kan van pas gaan komen. En in een van mijn volgende video's, er zal in de komende weken een video uitkomen, waarbij ik een raster voor op een plaat waarop ik mijn laser zet, laser. En ondanks dat ik die heel scherp ontworpen heb, precies op het werkveld hier van Lightburn, zit die er 1,5 millimeter, horizontaal en 2,5 millimeter verticaal naast. Hoe corrigeer je zoiets? Zoiets kan je corrigeren door een vaste locatie op te slaan. En er zijn natuurlijk meer dingen denkbaar waarbij je vaste opgeslagen locaties zou kunnen gebruiken. Stel je voor, jij gaat altijd visitekaartjes lezen, ik noem maar iets. Ik maak een visitekaartje model in de juiste maat en die zet ik op de juiste plek neer waarvan ik denk van god, dit is de juiste plek. Ja, en ik zet dat op een toolpad. Oké, prima. Eén ding wat heel belangrijk is, is zeg maar de origin. Die kan je natuurlijk in het centrum gaan zetten, dat kan. En in dit geval ook zeker wel mogelijk. En dan zou je dat punt op kunnen slaan. En dat betekent automatisch dat als je daar je laser naartoe stuurt, tijdens het gebruik van de laser, dan zal die ook precies naar die plek gaan. In dit geval zou het dus handiger zijn om hem bijvoorbeeld links onderin te plaatsen. Laten we even gaan inzoomen op dit item. Zo, als ik met de muis naar links onderin ga en ik druk daar mijn muisje precies op dat hoekje, dan krijg je dat hele kleine cirkeltje te zien. Ik weet niet of je dat kan zien, ik kan het niet inzoomen, dat is jammer, want dan ziet hij hem niet. Maar het is een heel klein cirkeltje met een soort schietschijfje. Als ik hem daar precies op dat kruispuntje zet, dan zie je links onder in de hoek van, ik weet niet of ik dat kan zien. Ja, dat kunnen we wel zien. Links onder in de hoek zien we staan, x is 41,5 en y is 87 mm. Deze positie zou ik kunnen opslaan in Lightburn. Dus wat ik dan moet doen is even notitie maken voor die 81,5 en die 87. Dan ga ik naar verplaatsen, hier rechtsboven, dat is het schermpje rechtsboven. Daar zien we staan opgeslagen posities. En bij mij zie je al een middenraster staan, dat is die compensatie voor het feit dat dat raster een beetje off is, zeg maar. Nou, wat ik nu ga doen, ik ga naar beheren. Als ik beheren aanklik, kan ik hier meerdere posities opslaan. Dus ik doe een nieuwe toevoegen en ik noem die linksonder businesskaart. Even in de gaten houden. Ik zie natuurlijk dat toolpad nu niet meer goed moet gaan verplaatsen, want dan klopt die positie niet meer. Hè? Dus dat moet blijven. Vervolgens geef ik hem de waardes die ik daar net kreeg. Dus de x als op 41,5. Hou even in de gaten dat ze in Amerika met punten werken en niet met komma's. Wat had ik? Ik geloof 87, geloof ik, bij de y-as. Zo. Z-as doen we niet, want dat is bij een laser niet van toepassing. En hij heeft hier linksonder opgeslagen. Als ik nu op oké druk, prima, je ziet verder niks gebeuren. Maar nou, als ik nou mijn laser aangesloten zou hebben, die heb ik hier niet, dat weet je. En ik zou hier gaan naar opgeslagen posities. Wel handig dat hij natuurlijk op zijn homepositie staat. En ik klik op linksonder businesskaart. Dan zal de laser automatisch bewegen naar dit punt toe. Ja? En dat laat hij hier ook zien. In feite is de laser hier nu. Ja? Als ik op dat moment dus de fire-knop aanzet, in datzelfde venstertje, hier is die, ja, met een vermogen van een procent, hij staat hier op 0, maar dat komt omdat hier de laser niet op zit, maar ik zal fire doen, dan zal het blauwe lampje precies op het linksonderste hoekje van die businesskaart zitten. Dus als ik die businesskaart daarop uitricht, is het dus relatief gemakkelijk geworden om mijn businesskaart goed uit te richten op mijn werkbed. En zo zijn er veel meer mogelijkheden die je met deze functie zou kunnen doen. Je kunt natuurlijk ook posities weggooien, dat ga ik gelijk doen. Ik ga weer naar beheren. Ik klik die linksonder aan, want ik hoef hem natuurlijk niet te hebben. Ik klik op verwijderen en zo hou ik het ook nog eens een keertje schoon. Ook
Mooi. Prachtig. Dit hebben we gedaan. Een tweede wat ik je wil laten zien is de functie opslaan. Of opslaan, maar zeg ik natuurlijk verkeerd. Selecteren. Dat is werkelijk wat ik je wil laten zien. Ik ga uitzoomen. Dat die stip daar nog staat, dat zij zo. Prima, niet belangrijk. Ik ga even uitzoomen. En ik ga maken een array met vierkantjes. Dus ik pak even één vierkantje. Oh, vierkantje, die moest ik hebben. Het zal wel een rechthoekje worden, boeit niet. Ja. Ik zet hem op de zwarte laag, ook mooi. En ik selecteer hem. Selecteren doe ik met het pijltjestoetje. Nu is die geselecteerd, dat kun je zien aan die blokjes die eromheen zitten. Nu pak ik de array-knop, dat is deze. En nu zeg ik, ik wil wat meer kolommen hebben. Ik wil vier kolommen hebben. En ik wil vier rijen hebben. Zo. De ruimte is 2 mm, bij de R-afstand 3,5 mm, niet belangrijk. Het gaat even om hoe selecteer ik dit nu. Kijk, je kan natuurlijk, dat is de meest simpele weg, maar ook de weg van de minste weerstand, is blokje voor blokje aanklikken, je Ctrl-toets ingedrukt houden en dan het volgende blokje aanklikken. Dat kan je doen. Alleen als je 100 van die blokjes hebt, is dat natuurlijk een pain in the ass. Ja? Dat is niet echt fijn werken. Je kan natuurlijk ook gewoon slepen. Dan moet je dus wel hier dat pijltjestoetje aanklikken. Dat is die nu. En als ik nu, en let op, en dit is waar het me vooral om gaat. Als ik nu van links naar rechts mijn vierkantje trek. En ik trek ze allemaal. Prima, geen probleem. Selecteert hij alle 16 blokjes. Maar wat nu? Als ik maar een gedeelte aanklik. Dat doe ik. En we zien dat hij er maar 4 heeft gepakt. En als je goed oplet, ik ga het nog een keer doen. Dan zie je dat ik wel ook de derde ring als het ware raak. En toch pakt hij er maar 4, omdat ik het niet helemaal geselecteerd heb. Dus als ik vanaf links binnenkom, en dat geldt van onderaf net zo, ja, dan selecteert hij alleen die objecten die helemaal geselecteerd zijn. Als ik nu vanaf rechts doe, eigenlijk een beetje een bijna hetzelfde verhaal, maar nu doe ik het vanaf rechts en ik pak weer alleen maar, zeg maar deze 4 helemaal en die derde rij een stukje. Let op wat er gebeurt, nu pakt hij dus ook diegene waar hij een stukje van geselecteerd heeft. Dus linksaf selecteren moet je het hele object insluiten in je selectie, anders heeft hij het niet geselecteerd. Van rechts hoef ik dus, als ik dit hele gebeuren wil selecteren, alleen dit maar te doen en hij heeft het hele blok geselecteerd. En dat maakt niet uit of ik van rechtsboven of van rechtsonder kom. Dat boeit niet. Dat werkt exact op dezelfde manier. Dit is een hele belangrijke. Dus het verschil, en ik wist dat in het begin ook niet, geen zorg. Ook ik heb dat moeten leren. Het verschil tussen selecteren vanaf rechts of vanaf links. Overigens is er natuurlijk nog een andere manier om alles te selecteren. Dat is zeg maar één van de blokken te selecteren en dan Ctrl-A te doen. Dan heeft hij alles geselecteerd op het werkveld. Voordat iemand mij gaat appen en zeggen van, hey, dat kan ook. Ja, dat klopt, dat kan. Maar dat werkt natuurlijk niet als ik maar deze alleen aanklik en ik wil eigenlijk deze 4 hebben. Want dan kan ik dat niet met Ctrl-A doen. Dan moet ik het oftewel dus inderdaad met Ctrl ingedrukt doen. Als ik het hier doe. Goed, je ziet het. Hè? Maar het maakt dus bij het slepen uit of ik van links kom of van rechts kom. En het verschil zit hem erin dat ik vanaf links echt het hele object geselecteerd moet hebben. Anders pakt hij het niet. En van links kom, sorry, dan pakt hij het niet. Als ik van rechts af kom, dan doet hij dat wel als ik een stukje van dat object selecteer. Goed, ik heb er nog één voor vandaag. Die ene die ik vandaag heb is eigenlijk best nog wel een hele leuke. Weet je dat je met Lightburn ook QR-codes kunt maken? Met websites, of voor mij wat met je adresgegevens, of met bijvoorbeeld je wifi-naam en wachtwoord. Wat je daarvoor moet doen, je gaat naar hulpmiddelen, kiest Create QR Code. Er gebeurt niks, maar als je goed onder in de balk kijkt, in de alleronderste balk, dan staat daar click and drag to create and size a new QR code. Wat doen? Dus ik maak een, meestal als een vierkantje, hè? Voilà. Er popt gelijk een venstertje op die mij zegt onbewerkte inhoud. Dus hier kan ik gaan zeggen van, hoi, ik heet Klaas. En dan zal dit hier straks, als je dit gaat lezen en iemand scant dat met zijn telefoon, de tekst ik heet Klaas bevatten. Je kan ook
En je kan zeg maar gebruik tekst aanvoegen, CSV, dus hier zitten weer allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld met serienummers en dat soort dingen, maar laat ik hier even buiten beschouwing. Pak ik de wifi. Nou, dan moet je gaan invoeren van wat is je netwerknaam en wat is je wachtwoord. Mijn netwerknaam is, ik ben thuis. En het wachtwoord is, je gaat het nooit raden. Zo. Of het een verborgen netwerk betreft of niet. Nou, in mijn geval niet. En welk verificatietype het is. En uiteindelijk zal die datgene wat gelezen wordt, zal de directe inlogcodes zijn tot jouw netwerk. En ik weet uit ervaring, want ik heb ooit zo'n ding gemaakt met een 3D-printer. Tot als je dat gewoon thuis doet. En bijvoorbeeld mijn kinderen komen, die hebben mijn netwerk bijvoorbeeld niet op hun telefoon staan. Dan hoeven ze alleen maar met de QR-code dat plaatje te scannen. En hij pakt de juiste gegevens ook gelijk bij het netwerk op. Dus je hoeft eigenlijk niks meer te doen, alleen maar te bevestigen. En ze zijn op het internet, zeg maar. Dat is eigenlijk het leuke ervan. Dit werkt ook op visitekaartjes. Ik heb zelf visitekaartjes gemaakt en daarop staan QR-codes. En die zijn werkend. En die zijn dan in dit geval websites. Zoals mijn Facebook-website en mijn Instagram en dat soort zaken meer. De laatste optie die ik hier heb is contactgegevens. Dat is simpelweg dat je er echt een soort visitekaartje van maakt. Dus dan heb je geen tekst meer op je visitekaartje staan. Dat komt natuurlijk een beetje raar over, want dan weet degene die dat visitekaartje heeft na een half jaar, ziet hij dat visitekaartje en denkt van ja, welke sukkel is dat dan? Dan moet hij eerst gaan QR-code scannen. Maar het kan dus. Je kan dus hier gewoon je hele gegevens invoeren. Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, een notitie, je mailadres en je URL, oftewel je website. Ja. En dit kan natuurlijk onder omstandigheden bar en boos makkelijk zijn. Wat belangrijk is om te weten. Oh, ik heb hem weggehaald, dat was niet de bedoeling. Even opnieuw, zo. Maar eventjes iets inzetten, zo. Natuurlijk wel de bedoeling is dat als je dit gaat doen, dat je dit natuurlijk moet vullen. Ja, en geen lijn, want het moet natuurlijk uiteindelijk zo gelezen worden, zodat het ook gescand kan worden door die telefoon en herkend kan worden door die telefoon. Goed. Dat waren de drie tips die ik voor vandaag had in deze video. Ik hoop dat je er weer iets aan hebt. En tot een volgende keer. Dag.